Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de carrière modus van Rollercoaster Tycoon 3. Ja, we gaan gewoon verder in waar we gebleven waren. En dat was Goudkoorts. En nou, dan gaan we verder in het laatste opgeslagen spel. En dat is degene waar ik ook zondag een livestream van heb gedaan. Heb je die nou niet gezien? Kijk dan nog eventjes terug. Dan weet je namelijk wat we al allemaal hebben gedaan. En ook zoals bij dit park, ga ik hetzelfde doen als bij het vorige park. Dat ik dan weer een livestream doe en alle achtbanen ga doen. Dus dat komt helemaal goed. En we moeten even wachten tot hij geladen is. Maar als hij geladen is, dan kunnen we weer verder. En het laden duurt wat langer dan normaal. Dat is namelijk omdat hij nog even een andere video aan het uploaden is. Dus ja, er staan meerdere dingen open en dan kan mijn laptop wat minder goed aan. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. Het komt wel goed, denk ik. Hoop ik. Oké, we waren al bij Tycoon, want we waren al in de livestream een beetje begonnen. En de spanning, we moeten nog een achtbaan bouwen met een minimale spanning van 4 en een minimale lengte van 370. En ik had 5000 euro geleend. Dus even kijken, oh ja, deze wilde ik aanpassen, maar dat kon niet op een of andere manier. Oh ja, omdat ik het niet kon zien. En ja, ik kon het wel zien, maar toen. Ja, toen ging ik naar mijn taakbalk en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Even nog een klein stukje bouwen, want dat doe ik eigenlijk altijd bij deze achtbaan. Als je namelijk hier blokremmen zet en je zet deze bloksectie, dan kan je twee treinen maken. En als je dan even kijken, oh, waarom kan dit niet? Het station ook nog eens twee stukken langer maakt, dan kan je ook nog eens meer treintjes kwijt. Als hij het nu haalt. Ja, want hij moet het wel halen, anders dan doen we het niet, hè. Hij haalt alles maar net met 6 wagonnetjes. Weet je wat, we doen gewoon even een onride. Het kan wel weer een beetje vervormen, sorry daarvoor. Andere wagentje is al bezig met de ketting. Volgens mij gaat hij het gewoon halen, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Hij haalt het net wel, denk ik. Nee, net niet. Dat is jammer. Dat is heel jammer. Maar we kunnen hem gewoon weer eventjes verbouwen. We kunnen bijvoorbeeld dit zo doen. En dan doen we hier een kettingstuk. Waardoor hij het wel gaat halen. En, oh, we kunnen dan geen twee treinen. Moet wel een bloksectie staan, dan passen er wel twee treinen. Kijk maar. En we weten nu al zeker dat hij het haalt, dus dat is ook fijn. Dus kunnen we ook meteen opengooien. En er is een nieuw achtbaantype. Dus
Ook fijn. Je mag binnenkomen hoor. Even wat wc'tjes erbij plaatsen. Altijd handig voor de mensen. En een geldautomaat is ook handig. En als we het zo doen, dan kan. Dus, natuurlijk doe ik het weer fout. En als we hier nog wat plaatsen, dan kan hier ook nog een EHBO. En even openzetten. Alles even open, dat scheelt weer. Draaien we winst of verlies? Of... We draaien verlies, maar dat komt vooral door de bouw van een attractie. Dat klopt. Denk ik. Hoe lang duurt die? Nog steeds geen resultaten. Jongen, jongen. Duurt wel lang, hè? Gaat hij dit nu eigenlijk wel halen? Net dan. Ja, dat ben ik nu aan het doen. En zo had hij toch nooit. Wacht, ik wil er even testen. En meteen sluiten, want dan kan ik hier dan een blokremmetje neerzetten. Door die het wel gaat halen. En ook gewoon goed. Ja. Hier hebben we ook nog een vet coole achtbaan. We moeten nog even een nieuwe schoonmaker aannemen, want we willen wel dat mensen blij zijn. Niet dat er kots op de grond ligt. Lijkt me niet echt handig. Ja, daar zijn toiletten, dus dan doen we hier ook nog wat toiletten, denk ik. We plaatsen ze hier. En dan kan er hier ook een beetje zo. Als je dan hier de hele tijd wil blijven, wat natuurlijk kan, dan heb je daar ook nog toiletten. Dus even kijken. Hebben wij nog ergens een baan die een opwinding van 4 heeft? En wacht, hoe lang moest die zijn? 370 meter. Deze precies goed, toch? Moest het misselijkheid zijn? Spanning, ja, dat is opwinding. Maar goed, ja, excitement is in het Engels, dus dat is ook spanning, maar ook opwinding. Ik vind hem goed hoor. Zo. So, de vraag is, waar gaan we die plaatsen? Hij is ook best wel groot. Nou, lekker hier plaats. Wacht. Laat dit allemaal weg. Zo. Dat is nu weg. Dan kan ik die nu hier plaatsen. Ja, het is gelukt. Zo. Ook wel Wild West natuurlijk.
Oh, maar dit is degene waar ik altijd dingen aan aanpas. Wacht, hoe hard staan deze blokken dan? Deze staat op 28, deze moet dan op 21. Tadaa. Even erin zitten. Ik ben altijd zo'n iemand die normale dingen nog aan gaat lopen passen. Zoals dit soort dingen dus. Wat bijvoorbeeld bij deze Dizzy Mouse nog mogelijk is, is even kijken. Deze blokremmen weghalen. Hier de draaibesturing al aan. Hoe komt dat ding daar stil te staan? Oh, hij staat op pauze. Ik dacht al, hoe komt die daar nou weer stil te staan? En als je die ding eens weghaalt, dan kan deze ook weg. Nou, weg, maar dan kan dit zo. Dat bespaart weer kosten. Denk ik. Ga er gewoon lekker in zitten hoor. Op zich is dit wel leuk. Want je wordt dan telkens naar de zijkant geduwd. Ik rijd nu ook toevallig vlak langs die andere, dat is ook cool. Kijk, nu haalt hij dit allemaal makkelijk. Even kijken, er zijn alleen nu niet meer genoeg blokremmen om alles weg te krijgen, zie ik. Wat ik bijvoorbeeld kan doen is hier nog een stukje ketting. Een stukje ketting komt hier terug. Een stukje ketting komt hier. Zoiets. Dan staan die dingen namelijk niet meteen stil. Oh. Zijn nu hier dat ze past en dan staan ze ja los en dan past. Ja. Oké, dan klopt het. Kijk, je hebt op zich niet zo heel veel last van die ketting. Dus. Het maakt niet zo heel uit dat die af en toe in de baan zit, want als je er geen last van hebt, dan kan je dat gewoon er tussenin stoppen. Zonder dat je nu ook ergens vast staat, kan je het gewoon halen. Dat is ook fijn. Toch? Oeh. Als ik hem nu openzet. Hebben we het gehaald? Oké.
Nou, dat betekent dus dat we zondag in de livestream onride gaan doen van deze 3 achtbanen. En dat we daarna ook nog een begin maken aan het volgende park. Dat ga ik nu niet doen. Dus zorg ervoor dat je zondag kijkt naar de livestream waarin we dus verder gaan in carrière modus. En ja, dan zie ik jullie morgen met een nieuwe aflevering van Planet Coaster Carrière Modus. Doeg en tot morgen.